Minder. Een uitgebreide lunch. Met een uitgebreide lunch. Met vlees, fruit, vers sap, een borreltje daarna. Misschien nog zelfs een klein cadeautje na afloop. Als bedrijf moet je je aandeelhouder tijdens de aandeelhoudersvergadering goed in de watten leggen. Maar ja, dat kan soms ook verkeerd uitpakken. Zoals bij het Duitse autoconcern Daimler. Waar twee aandeelhouders bijna met elkaar op de vuist gingen. En dat ging, Karin, over... worst. Ja, ja. Worst. Ja, echt een goede Duitse bokworst. Nou ja, goed. Daimler schotelde de aandeelhouders inderdaad worsten voor. En een van die aandeelhouders die liep wel heel vaak naar het buffet. Die pakte wat worsten. Niet om ze op te eten, maar die pakte ze in voor later. Toen zag een andere aandeelhouder dat en die dacht, ja, ho eens, dit kan zo niet. Daar ga ik even wat van zeggen. Dus die heeft daar wat van gezegd. Niet goed uitgepakt, want ze gingen tegen elkaar schelden, ruzieën. Alles kwam erbij kijken. En zelfs de politie moest er inmiddels aan te pas komen om de twee nog uit elkaar te krijgen. Was zo erg? Nou ja, ze nemen die worst nogal serieus, hè. Kom niet aan Duitser worst of Duitser en zijn worst. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen, maar er waren wel 12.500 worsten geregeld voor deze aandeelhouders. Voor 6.000 aandeelhouders. Voor 5.500, dus twee worsten de man. Je zou zeggen, dat is genoeg. Maar ja, goed, een van die twee aandeelhouders heeft al een officiële klacht ingediend wegens belediging. De voorzitter van de Raad van Toezicht van Daimler heeft gezegd... dit doen we nooit meer. Ik wil of meer worst of geen worst. Maar op deze manier gaan we zo'n aandeelhoudersvergadering niet meer doen. Maar ja, de Duitsers, is het Duits dingetje? Denk het wel, hè? Ja, worst komt vaker voor. Hè? We hebben bokworst, aardappelsalaat, kartoffelsalaat, pretzels vaak die je ziet. Het Duitse blad Handelsblad heeft een lijstje gemaakt. Want het kan nog veel extremer op die Duitse aandeelhoudersvergadering. Bij Siemens krijg je bijvoorbeeld leverworst veel. Ook weer worst. IJs soms ook. Bij andere bedrijven. Beiersdorf bijvoorbeeld, bekend van Nivea, krijg je dan een pakketje van Nivea. Maar echt bijzonder pakken ze het aan bij dit bedrijf, Beate Use, een erotisch bedrijf. Daar krijg je sekskaartspelletjes, ondergoed. En je kon zelfs tijdens een vergadering op de foto met schaars geklede dames. En die foto kon je dan als aandeelhouder, als postkaartje naar je toe laten sturen. Nou goed. Daar moet je maar op zitten te wachten. En is allemaal in Duitsland. Hoe staat het in Nederland geregeld? Ja, we hebben gebeld met de Nederlandse Vereniging van Effectenbezitters. Zij gaan natuurlijk heel vaak naar dit soort aandeelhoudersvergaderingen. En zeggen dat eigenlijk alles altijd heel netjes gaat. Hè. Ze krijgen koffie, jus d'orange. Broodje kaas, wat lunch. Bij Shell wil het nog wel eens wat langer duren. Dus dan krijg je een soort warm buffet. Is vooral omdat de vergadering dan heel erg lang duurt. Het is altijd netjes. Het is nooit heel extreem. Want dan denk je als aandeelhouder toch... wel gek dat ze dan dat zo'n bedrijf zoveel geld uitgeeft. Ja, ja, dit soort over de balk. De Hollandse zuinigheid moet een beetje geventileerd worden in de aandeelhoudersvergadering. Ja, precies. Ja. We hebben ook gebeld met wat bedrijven, want dan wil je natuurlijk ook horen van wat zijn jullie nou van plan. Ahold bijvoorbeeld doet de typische Albert Heijn lunch. Altijd een fruitsapje, iets warms, een quiche bijvoorbeeld. Na afloop nog een klein cadeautje. Vorig jaar kreeg je bijvoorbeeld de paasallerhanden met wat paaseitjes. Ik dacht van moestuintjes of zo, maar dat is een ander seizoen misschien. Dit een ander seizoen. Ja. Nou ja, ze zorgen in ieder geval goed voor de aandeelhouders. Lucas Bos deed geen lunch. Maar deed cocktails en mocktails natuurlijk. En een borreltje na afloop. Dat wel. Niet meteen aan het begin van de aandels. Maar de trend is dus geen gekke dingen. Gewoon Hollands. Het is vrij beschaafd. Hoewel, hè, we praten ook met Peter-Paul de Vries. Zelfvervent belegger. Hij is bij een aandeelhoudersvergadering van Philips geweest in het verleden. Daar werden altijd cadeautjes van Philips uitgedeeld. Halverwege de vergadering. Dus dan stroomde halverwege de vergadering de hele zaal leeg als je dat cadeautje kreeg. En was er eigenlijk niet zoveel meer aan de hand. Kan ook een tactiek zijn. Vanavond om 20:30.